Welkom bij een nieuwe aflevering van Stoomverhalen. Een 25-delige podcastserie met verhalen over het ingenieur D.F. Woudagemaal. Vandaag voor de microfoon een bestuurder, want ook vanuit de gemeente wordt er naar het Woudagemaal gekeken. Wethouder Cultuur Janita Tabak van de gemeente Frieske Marren, van harte welkom. En dankjewel. Wanneer zag jij het Woudagemaal eigenlijk voor het eerst en wat dacht je toen? Nou, dat was wel grappig. Ik had, uh, nou, ruim twee jaar geleden, of bijna twee jaar geleden, had ik een sollicitatiegesprek. met uh, de fractie van de Partij van de Arbeid in de Friese Marren. Die waren op zoek naar een wethouder. En uh, dat gesprek was uh, heel laat in de avond, omdat ik uh, ook laat uh, in die procedure terechtkwam. En uh, toen dacht ik: nou, weet je wat, voordat ik aan de beurt ben, dan maak ik eerst even een rondje door de gemeente. Want ik, ik woon in, in Kampen zelf. Uh, en. Um, ik kende de gemeente dus niet. Behalve dan dat ik wel eens een Lemmer was geweest. en in jaure, maar echt de gemeente kende ik niet. Dus ik ben gewoon een rondje gaan rijden door de gemeente. Om er wat gevoel bij te krijgen. Ja, om het gevoel bij te krijgen. Ja. En toen kwam ik hier bij dit gebouw. En toen dacht ik: hé, wat is dit, joh? Uh, wat een mooi gebouw. Wat, wat is het? En uh, alles was dicht. Uh, dus ik heb de auto hiervoor gezet. Hè, dat is volgens mij een kilometer verderop. En toen ben ik uh, naar het Woudergemaal gelopen. En tegelijkertijd op Google gegoogeld... Wat het nou was, eh, omdat het, Ik was eh, meteen getriggerd door het gebouw. Want het zag er zo mooi uit. En het was ook al laat op de avond. En de zon ging onder, er was avondrood. En ik vond het zo geweldig. En toen googelde je en toen zag je een stoomgemaal. UNESCO Erfgoed. Ja, en daar stond je, je op aan, denk ja, ik. Toen dacht ik, oh ja, hier wil ik wel wethouder zijn, maar dan wil ik wel cultuur en erfgoed in mijn portefeuille. Nou ja, zo. Dat was mijn eerste aanraking met het gemaal en ik kende het dus niet, terwijl ik woon hier op een half uurtje rijden afstand. En kwam het uh, gemaal ook aan de orde in de sollicitatie? Nee, volgens mij hebben we het daar niet over gehad. Oh. Nee, want nee, want dat ging vooral over politiek. Maar het was voor mij wel een hele belangrijke. Want op een gegeven moment dan wilde de fractie wilde met mij verder en dan is de vraag: wil jij met je verder? Wil jij ook verder? Ja. En uh, dat gemaal was wel een van de. Kersen op de taart, waarvan ik dacht: ja, ja, dat wil ik wel. Dit is wel een gemeente waar ik me aan wil binden. Ja. Nou, je noemt al, hè, ik googelde het en dan komt natuurlijk omhoog: werelderfgoed. Ja. Maar wat is volgens jou dan de waarde van zo'n cultureel erfgoed in jullie gemeente? Ja, dat, dat kan je niet goed beschrijven. Dit is, werelderfgoed is natuurlijk heel bijzonder. Hè. We hebben er niet heel veel van in Nederland. Onlangs nog eentje bijgekomen. In Vraneke. Ook heel bijzonder. Maar. Um, dat je werelderfgoed bent, dat is echt bijzonder. Dat betekent dus dat je uniek bent uh, op het gebied van erfgoed, uh, cultuur, et cetera. Um, en zo'n keurmerk of zo, ja, het is eigenlijk een soort label, hè, dat onderscheid je van de rest. Uh, en er zijn echt mensen die gaan op zoek naar werelderfgoederen om die te bezoeken. Uh, dus je hebt een predicaat. Natuurlijk weet je wel dat je bijzonder bent. En uh, ik denk dat iedereen die iets met erfgoed heeft, vindt ook dat heel veel gebouwen uh, bijzonder zijn. Maar dat je dan ook het predicaat krijgt... dat je bijzonder bent in die hele grote wereld... Ja, dat is gewoon echt wel heel erg bijzonder. En, en hoe kom jij het dan tegen in je portefeuille? Je bent wethouder cultuur, Frieske Marren... daar staat het stoomgemaal. Uh, ja, wat kun jij als wethouder daar dan voor betekenen? Nou, ik, we hebben natuurlijk hier regelmatig overleg. Hè, en omdat... Uh, uh, UNESCO-erfgoedstatus uh, op het gemaal uh, staat geplakt. Word ik ook wel uitgenodigd bij uh, inkomsten van UNESCO-werelderfgoederen. Uh, en daar praat je dan over cultuur, de betekenis van cultuur, de betekenis van erfgoed. Um, en als wethouder, ja, ik moet zeggen dat als je kijkt naar hoe het gemaal nu draait, dat wij als gemeente uh, daarin echt niet de belangrijkste speler zijn. Dat is natuurlijk het wetenschip en het gemaal zelf. Um, maar als gemeente zijn we natuurlijk wel heel trots op het gemaal. Dus wij um, proberen wel het gemaal in, in het zonlicht te zetten. En uh, het gemaal zoveel mogelijk, hè, als ik bij die bijeenkomsten ben van UNESCO, om het gemaal zoveel mogelijk naar voren te schuiven. Dus. Ja, dat is, dat is een soort van verplichting die erbij hoort. Want hebben jullie een soort van erfgoedaanpak? Hoe moet ik me dat voorstellen als gemeente? Nou, zijn ja, dat is wel een goede vraag. <laughs> die hebben we eigenlijk niet. Uh, in de zin van in onze gemeente, ondanks het feit dat we heel veel erfgoed hebben, hebben we het erfgoed nog niet goed geborgd. In de zin van we hebben geen erfgoednota. Uh, die gaan we maken het komende jaar, maar die is er gewoon nooit geweest. Ja, dat kan niet. Want dan, zeker nu met die nieuwe omgevingswet, waarin alle oude erfgoedwetten en archeologiewetten in opgaan, dan moet je zeggen hoe je om wil gaan met dat erfgoed. Anders sneeuwt het onder. En op dit moment zijn in onze gemeente echt wel, zijn wel witte vlekken als het gaat op het gebied van behoud, bescherming uh, van erfgoed. Want wat heeft de Frieske Mare verder te bieden aan erfgoed? Wat, wat zijn nog meer mooie gebouwen? Ja, we hebben natuurlijk best wel heel veel erfgoed in deze gemeente. Denk maar aan de klokkenstoelen, ja. uh, die zijn ook uniek, staan er ook allemaal goed bij. Nou, we hebben ook uh, heel veel mooie kerkjes, um, waarvan het op dit moment een groot zorgpunt is dat er steeds minder gekerkt wordt. Hè. Dus ja, het risico is dat de kerken leeg komen te staan, dus daar zijn we nu mee bezig om een kerkenvisie te maken. Uh, maar denk ook aan de oude raadhuizen. Het oude raadhuis in, in Lemmer is, uh, is Balk, natuurlijk mooi. Ja. Het raadhuis in Balk is uniek. Um, dus nee, we hebben heel veel als gemeente. Maar we kunnen wel wat meer doen om het te beschermen en te behouden. Ja, en als ik jou zo hoor praten, dan proef ik wel een soort passie voor het culturele aspect. Waar, waar komt dat vandaan? Heb je een achtergrond in het culturele hoekje? Ja, ik ben uh, uh, ooit opgeleid als theatermaker, dus dan ben je wel ben je veel bezig met cultuur. Als je bezig bent met cultuur, dan kom je automatisch ook wel in aanraking met erfgoed... Uh, en gaandeweg heeft dat erfgoed mij meer gepakt. Uh, en ik vind het um, erfgoed gewoon belangrijk, omdat als je kijkt naar het verleden, het verleden is het beste voorspellen van de toekomst. Hè? Dus alles wat je ziet in het verleden, wat er is gebeurd en wat uh, samen tot onze cultuur heeft gemaakt en onze geschiedenis heeft gemaakt, dat zegt ook iets voor hoe de toekomst gaat zijn. En dat zegt iets over ons als mensen. Uh, en in deze gemeente zegt het iets over... Uh, ons als Friese in de Friese Marne. En, en die hele grote verscheidenheid aan dorpen. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat het erfgoed in balk heel anders is dan het erfgoed in Lemmer. Ja, dat zegt ook iets over de verschillende culturen van die dorpen. Uh, en uh, dat is gewoon, het mooie is, cultuur zie, zie je niet vaak dat is iets wat je doet en wat vanzelfsprekend is, maar erfgoed maakt dat zichtbaar. En dat het, zeg je heel mooi. Hè? Het verleden is de beste voorspeller van de toekomst. Als je dat nou plakt. Op deze prachtige stoomkathedraal, om dan maar even ook een beetje in de theatrale hoek te blijven. Hoe eh, heeft Wou daar de toekomst dan kunnen voorspellen volgens jou? Nou, ja, of andersom, hè? hoe kunnen we de toekomst duiden door te kijken naar het gemaal? Ja. En dan, wat je dan ziet, is dat um, wat nu op dit moment heel erg speelt: hè? de hele klimaatverandering. Um, uh, wij als mens vechten we tegen de elementen. Uh, en de ene keer is dat, dat we te veel water hebben of te weinig water. Ik geloof dat vorige week nog weer een rapport verschenen is dat de zeespiegel uh, uh, toch veel harder stijgt dan aanvankelijk was voorspeld. Ja, dat is direct natuurlijk een probleem voor Nederland. Maar dat is dus niet nieuw. Uh, dat was dus ook al in de tijd van Wouda. En sterker nog, dit gebouw van Wouda staat hier, omdat voor Wouda ook al constant het gevecht was van die vriezen tegen dat water. Uh, en dat is dus iets. Waar je mee om moet gaan als samenleving, wat ons als samenleving ook heel erg typeert. Um, en misschien zijn we wel te veel probleemoplossend bezig geweest uh, in het verleden tegen het water. Door de dijken maar op te hogen en door gemalen aan te leggen of door een afsluitdijk aan te leggen. Uh, maar nu zie je dat de problemen zodanig groot worden dat het niet meer helpt. Om, om alleen maar te genezen. Precies, je ja. moet dus ook iets gaan doen om het te voorkomen. Ja. Um, uh, en, en dat is wel een goede les die ons heel erg bij het heden houdt, denk ik. Dus als je hier door het Gemaal loopt, dan zegt het iets over het gevecht van Friesland tegen de elementen, tegen het water en tegen de wind. En die, dat gevecht is nog steeds actueel. En je gaf aan, we hebben hier wel vergaderingen, dus je komt hier regelmatig. Wat, wat voel jij als je door de machinehal loopt? Ja, de vergaderingen zijn dan daar, ja, zijn zeg maar, in het bezoekerscentrum. Ja. Maar als ik door die machine... Ja, wat ik gewoon heel mooi vind, is de techniek. Um, en dat elk moertje, schroefje, uh, uh, dat dat gewoon functioneert en werkt. En al heel lang functioneert en werkt. En dan kijk ik naar zo'n ruimte en dan denk ik: oh wow, vroeger bouwden ze dus niet alleen een werkruimte, maar ze maakten het ook heel mooi. Hè? Um, als je kijkt naar de, de raampartijen en, en uh, het. Nou ja, ja, je moet binnen staan, dan kan je het goed zien. Dan denk je, ja, ze hebben ook echt hun best gedaan om het mooi te maken. Of vroeger was het... Niet alleen functioneel, maar ook, ook esthetisch. Ja, ja. ja. Of, het was, of men vond vroeger dat dat functioneel was, dat ja. weet ik niet. Maar nu ben je natuurlijk veel meer van uh, de eenheidsworst. Terwijl hier zie je gewoon echt een stuk vakwerk. O ook de tegels, de, de, de kwaliteit van de tegels bijvoorbeeld... en de kwaliteit van het houtwerk... Het is ook heel goed onderhouden hoor, maar ja, dat vind ik gewoon zo mooi. Dat is niet te vergelijken met wat er nu nieuw wordt neergezet, uh, waarbij vooral beton natuurlijk heerst. En hier zie je echt nog een stuk vakmanschap, wat je bijna niet meer vindt. Dus en ja, dat, dat vind ik echt mooi. Ja, dat zie ik aan je gezicht. Het is jammer dat de mensen dat niet kunnen zien, maar je zit toch een soort van trotse wethouder. Ja. Um, ja, meer mensen hebben dat natuurlijk gezien. Er is niet voor niks een UNESCO-predicaat gekomen. Wat is volgens jou dan het belang van zo'n predicaat? Dat, je, dat het gemaal ook bij andere mensen uh, op het netvlies komt. Kijk, ik wist he, gewoon niet dat dat hier stond. Had ik geweten dat dat hier stond, dan was ik veel eerder hier naartoe gegaan. Want ik bezoek graag uh, erfgoedobjecten. Um, maar op de een of andere manier wist ik het niet. Uh, en ik, ik denk dat door zo'n UNESCO-predicaat, uh, dat je je erfgoed dichter bij mensen kan brengen die het normaal niet weten. Want je denkt er ook niet aan om een gemaal te bezoeken. Ik bezoek graag kerken of uh, oude uh, kerkhoven of. Kastelen, daar denk je aan. Dus Associeel daar zoek je. Je sneller op. Op. met vastgoed. Ja. Je gaat ja. niet... Of erfgoed, sorry. Precies, ja. Je gaat niet denken: van... goh, laat ik vandaag eens een gemaal bezoeken. Nee, nee. ik fiets er wel eens langs, hè. dat zijn dan de kleine gemaaltjes, maar. Ja, bijster interessant vind ik die niet. Ik had niet kunnen bedenken dat daar uh, gewoon een historisch uh, gebouw zou zijn. Uh, Zo'n groot gemaal. Op een half uur rijden van de gemeente waar ik woon. En als ik jou zo hoor, ben je best wel een erfgoedkenner. Heb je meerdere ja. dingen bezocht. Is er ook iets dat je zegt? Nou, dat wil ik de luisteraars toch graag meegeven. Want jij kende het Stoomgemaal niet. Nee. Er zijn vast ook erfgoederen die jij wel kent, die wij niet kennen. Wat is voor jou echt een must-see in Nederland? En buitenland mag trouwens ook. Oh, nou ja, uh, om. Nou, nee, er is zoveel, er is ontzettend veel, maar eentje wil ik jullie niet uh, onthouden en dat is ook omdat ik zag uh, dat ze een beetje in zwaar weer verkeren, dus ik zou zeggen ga daar allemaal heen en het heeft ook te maken met stoom, dat is MBS, dat is de stoomspoorlijn in Haaksbergen. Daar zie je dus hetzelfde vakmanschap als hier uh, in het gemaal. Dus de machinerie, uh, uh, het werken met stoom, uh, wordt geheel gedaan door vrijwilligers. En die rijden daar met treinen op de oude lijn tussen Haaksbergen. En uh, Enschede. En dat is ontzettend leuk, vooral ook met kinderen, om zo'n ritje te maken. En om te kijken in de loodsen naar al die treinen die daar staan te shinen. Want ze staan te shinen, want er worden de hele dag gepoetst door allerlei vrijwilligers. Maar dat is wel echt een aanrader. En uh, ook helemaal in het idee van stoom. Dus met z'n allen naar Twente, hoor ik wel. Ja. En weer terug naar dit stukje erfgoed, of dit stuk erfgoed natuurlijk. Wat wens jij uh, het gemaal de komende honderd jaar toe? Oh ja, nee, maar de komende honderd jaar zal dit gemaal steeds meer een icoon worden um, in, in de hele klimaatstrijd, klimaatverandering. Um, waarbij ik denk dat, verhaal, dat het verhaal van het klimaat wordt steeds belangrijker wordt. En dan heb je dit soort iconen ook nodig. Dus net dat, dat dat verhaal belangrijker wordt, zal je dus merken dat ook het gemaal daarin een rol gaat spelen. En dat zie je nu al wel, dat het gemaal pakt ook daarin een stukje. Uh, educatie uh, maakt zelf al wel die brug naar dat klimaatverhaal. En dat, ik denk dat daar de toekomst ligt voor het gemaal. Uh, en ik hoop dat het er over 100 jaar nog net zo mooi en, en goed onderhouden erbij staat als nu. En dat het nog maar heel veel bezoekers uh, mag trekken. Ja. En het erfgoedbeleid wat er aankomt, uh, ja, daar heeft de raad natuurlijk de hoofdrol in. Die moet besluiten hoe dat er precies uitkomt te zien. Jij doet de voorzet. Uh, als het aan jou ligt, welke rol krijgt het WOUDA dan in die tekst? Ja, nou, ja ik doe de voorzet uiteindelijk. Ik verdedig natuurlijk het stuk ja. uh, in de gemeenteraad. Maar de bedoeling juist van het erfgoedbeleid is dat we dat maken samen met iedereen die zich bezighoudt met erfgoed. Want we hebben een aantal professionele instellingen op het gebied van erfgoed. Wauwdag gemaal is daar één van, maar Museum Joure bijvoorbeeld ook. En dat zijn de professionals, dus die hebben daarin natuurlijk een belangrijke rol als gesprekspartners. En het ene weegt niet zwaarder dan het andere, want Museum Joure is denk ik voor Joure net zo belangrijk als het gemaal is voor Lemmer. Maar wat ik vooral wil is met al die vrijwilligersorganisaties spreken. Want het grootste deel van ons erfgoed wordt gewoon beheerd en onderhouden en uh, voor het voetlicht gebracht door vrijwilligers, die vele historische werkkringen bijvoorbeeld. Ja. Dus ik wil heel graag met hen in gesprek uh, en de, de professionals horen daar ook bij. En ik, ik zie dan de professionals meer als een soort spin in het web. Um, ook gewoon die structuur van vrijwilligers te helpen. Mooi om dat voor het voetlicht te brengen. Jij heel veel succes met het verdedigen van dat stuk. Wij gaan met z'n allen naar Twente toe. En bedankt dat je hier was. Ja, graag gedaan.